Een hele goede zondagmorgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes en mijn zondagpraat. Weer lekker gelopen in het bos, zoals gewoonlijk. Vier rondjes. Ging lekker. Weer vroeg. Alleen nu niet om te gaan trainen bij Juliana. Maar onze allereerste competitiewedstrijd. Waarom dan weer zo vroeg? Want de hoofdklasse speelde meestal 's middags. Klopt. Echter, wij moeten naar Hoensbroek. Zuid-Limburg. Daar gaan we mee heen. Wedstrijd spelen. Vanmiddag om 2:00. Half drie, 2:00. Maar vanmorgen vroeg eerst verzamelen. Dan even een broodje eten, soepje erbij, wedstrijdbespreking, met z'n allen in de bus en dan ap. Nou lekker, vier rondjes, heerlijk. Ik had net even gekeken, dat komt door ik had mijn loopgemiddelde iets aangepast, tempo iets laten zakken. Ik zal nu gemiddeld rond de 6 minuut 15 volgens mij. Gemiddeld op een kilometer. Dus op zich nog helemaal niet zo slecht. Maar wel vier rondjes. Ik zal nog even met drie rondjes in verband met de tijd om naar Juliana te gaan. Maar ik denk van nee, ik doe het. Vier rondjes, lekker. Voor de rest, gisteren. Scooter hebben verkocht. Nou, we hadden van de week, vorige week hebben we een andere auto gekocht. En nou hebben we onze eigen auto, die hebben we te koop staan op de marktplaats. Ik heb ook al berichten gehad van mensen die willen komen kijken morgen. Dus wie weet, ik hoop dat ik hem dan toch wel snel verkocht krijg. Zoals ik al zei, gisteren al een scooter verkocht. Vrijdag op marktplaats is dat gisteren al verkocht. Dan heb ik nog een andere scooter erop staat, een retro scooter. Daar is ook op gereageerd. Alleen iemand die wel heel erg veel vragen stelt iedere keer. Maar goed, dat geeft niet. Daarvoor zat ik hem ook te koop. En dan de auto. Dus ik hoop dat ik van de week ook de auto verkocht heb. Dan, heb ik weer drie items minder in de schuur staan en op de weg. Dus ja, laten we hopen dat dat snel gebeurt. Nou, alweer bijna thuis. Voor de rest, weinig spannende dingen. De vloer komen ze leggen 27 september, de verjaardag van Fabienne. Mijn andere stofjes mitgeliet. En, maar goed, maakt niet uit. Ik zal er een dag vrij voor moeten nemen. In de hoop dat dit nou wel goed gaat. Dus, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat worden. Ik vind het jammer dat het allemaal zo lang duurt en dat ik er toch weer een vrije dag voor moet opnemen. Ik had alles een beetje gepland in de vakantie. Maar ja, het is zo. Kun je niks doen. Ze proberen er alles aan. Ze hebben het tenminste naar mijn gevoel. Alles aan geprobeerd om het goed te krijgen. Ze hadden nu de tijd van de monteur afgestemd op het leveren in plaats van eerst leveren en dan de monteur afstemmen. Dus bewust gedaan, bewust even omgedraaid. Dus ik ben nog maar thuis, dus ga ik daar even lekker snel douchen. En dan gaan we weer naar naar Malden. Oh ja, en morgen ga ik weer beginnen met werken. Ook weer nice aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik het jammer dat ik mijn werk, want ik had nog zoveel liggen om nog te editen. Maar goed, dan moet ik er maar een avonduur doen. Dus hoe dan ook. En deze zeg ik in ieder geval. Fijne dag. Fijne dag. Deze komt waarschijnlijk vanavond pas op dingen.
Ik zeg in ieder geval bedankt voor het kijken. Wil je meer van dit zien, in ieder geval een blauw duimpje omhoog. En even abonneren op dit kanaal. Dat komt helemaal goed. En dan ga ik gewoon door. Iedere zondagmorgen, zondagpraatje. Ongezineerd, onbewerkt. Heb ik gemerkt. Ik heb al comments gekregen. Het schijnt dat ik vorige week heb gezegd beste YouTube kijkers. Of beste Facebook kijkers. Bob. Dat is YouTube. Dus, maar goed, neem weg dat er gekeken wordt, dat er reacties gegeven worden. En dat vind ik prettig. Daar doe ik het voor. Dus nogmaals, hartelijk dank. Fijne YouTube kijkers. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan komt het helemaal goed. Ciao.